Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden eens twee mensen die heel veel van elkaar hielden. Ze heetten Jozef en Maria. Jozef was een timmerman die prachtige stoelen en tafels kon maken. En Maria werkte in hun huis. Samen zorgden ze voor de gezelligheid in en rond het huis. Jozef stookte het vuur voor de kachel en Maria kon het lekkerste brood maken van de hele buurt. Als het 's avonds donker werd, zaten ze samen aan tafel in het kaarslicht en praatten ze na over wat de dag had gebracht. Jozef en Maria waren erg gelukkig met elkaar. Op een zekere avond verscheen er een stralend licht bij hun woning en nieuwsgierig gingen Jozef en Maria naar buiten. Daar verscheen engel Gabriël. De engel sprak tot hen: "Binnenkort zullen jullie een kindje krijgen. Je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal een groot man worden en de Zoon van God genoemd worden." Wat waren ze gelukkig toen ze hoorden dat ze een kindje zouden krijgen. Ze wisten dat het een bijzonder kind zou zijn. Een kindje dat vrede ging brengen aan alle mensen. Een dag hoorden Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem moesten gaan. Keizer Augustus, de hoogste baas van het land, had dat gezegd. Iedereen moest naar de plaats teruggaan waar hij geboren was. Daarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem reizen. "Hoe moet dat nou?" dacht Maria. "Ik kan zo'n lange reis niet maken. We moeten de hele weg lopen en dat is veel te zwaar met zo'n dikke buik." Op een avond zei ze tegen Jozef: "Wat zou er gebeuren als we gewoon niet gaan?" "Dan komen we in de gevangenis," zei Jozef met een zucht. "Als de keizer zegt dat we moeten gaan, dan moet het. Het is nu eenmaal niet anders." Yeah.
De volgende morgen stond Jozef vroeg op om een ezel te zoeken. Toen herinnerde hij zich weer dat de ezel in een wei verderop stond. Dus zou hij die, als ze onderweg gingen, wel ophalen. Maria pakte ondertussen wat spulletjes in. Maria was wel een beetje moe van het bij elkaar zoeken van alle spulletjes. Maar er was geen tijd meer om uit te rusten. Het was nu echt de hoogste tijd om te vertrekken. Samen liepen ze op weg naar de ezel en op weg naar Bethlehem. Na een paar dagen kwamen Jozef en Maria in Bethlehem aan. Ze waren doodmoe. Nog even volhouden, Maria, zei Jozef bezorgd, nog maar heel even. Maria wilde flink zijn en glimlachte naar Jozef. Hij was zo lief voor haar. De hele weg had hij zonder te klagen naast haar gelopen, maar nu voelde Maria dat het kindje snel geboren zou worden. We moeten snel een plekje vinden voor de nacht, Jozef, anders wordt ons kindje op straat geboren. Hé, zei Jozef, ik zie daar een soort hotelletje. Ik zal vragen of er plek is voor ons. Dan kan het kind veilig en warm komen. Het komt wel goed. Jozef klopte aan. Maar de herbergier die de deur openmaakte, zei: helaas mensen, mijn herberg zit al helemaal vol. Kijk maar naar binnen. En Jozef ziet dat de banken inderdaad helemaal vol zitten. Hij zucht even, maar geef de moed niet op. Kom op, Maria, er zal toch wel in deze plaats een plekje voor ons zijn? En weer stonden Jozef en Maria bij een deur van een herberg. Maria hoopte dat hier wel een plekje voor hun zou zijn. Een herbergier deed de deur open en vroeg: wat kom je hier doen? Zie je niet dat mijn herberg al helemaal vol is? Je stoort me erg in mijn werk. Ik heb het veel te druk. En met een klap sloeg hij de deur voor Jozef en Maria dicht. Heel teleurgesteld liepen ze verder. Maar waar ze ook aanklopten, er was geen plek voor hun. Niemand wilde ze binnenlaten. Zelfs niet als Jozef vertelde dat Maria elk moment een kindje kon krijgen. Ze werden er wanhopig van. Maria moest erg haar best doen om niet te gaan huilen. Er was wel een herbergier die een slaapplaats wist hier niet ver vandaan.
Het was een stal en het zou er droog en warm zijn door de dieren die er staan en het stro dat er ligt. Jozef en Maria bedankten de man en liepen verder. Toen ze een stukje verder waren, wees Jozef voor zich uit. Dit moet het zijn! Jozef deed de deur van de stal open en keek naar binnen. Achter in de stal stond een oude os. Hij hief even zijn kop op toen Jozef de stal inkwam. Kom maar, Maria, zei Jozef. Hij maakte een bed van stro en hooi waar Maria lekker op ging liggen. En die nacht gebeurde het. In de oude stal werd Jezus geboren. Maria legde het in een paar doeken. En Jozef pakte de voederbak en legde er wat stro in. En daar legde Maria het kindje in. Zo lag het lekker warm en zacht. En Jezus werd daar heel rustig van. En langzaam werd hij stiller en deed zijn oogjes dicht. Samen keken ze naar dit kleine mensje en ze hadden tranen in hun ogen van geluk. Zoiets moois hadden ze nog nooit gezien. In de velden bij Bethlehem hielden de herders de wacht bij hun kudde.
Opeens verscheen er een prachtig licht in de duisternis en zagen ze een engel. De herders schrokken ontzettend, maar de engel stelde hun gerust. Ik kom jullie goed nieuws brengen. In Bethlehem is een kindje geboren en je zult hem vinden in een kribbe in een stal. De herders waren blij verrast en wilden meteen naar het kindje gaan kijken. Alle mensen hoorden van het nieuws en wilden bij het kindje komen kijken. Iedereen was ontroerd toen ze dit lieve kleine kindje zagen. Dit bijzondere kind zou vrede brengen over de hele wereld. En iedereen wenste elkaar vrede en liefde toe.